Kijk, we zijn een golfbaan, er moet op gegolfd worden. Dus als de coronacrisis morgen voorbij is, dan wil ik ook dat de baan morgen weer open is. Toen we hoorden dat de baan eigenlijk gesloten moest worden, was er ook onder het greenkeepers team een stukje ongeloof natuurlijk van. Ja, dat komt eigenlijk nooit voor. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk de baan vrij. Dus ik ga wel even een goede buffer opbouwen. En we hebben natuurlijk wel het normale onderhoud. We zijn alle greens langs geweest. Dus er zit nu geen pitchmark meer in de green. En nu gaan wij lekker beluchten en alles gereed maken. Ik ga de greens ook iets in hoogte even omhoog laten komen, want er wordt toch niet gegolfd. En als ik op 3 mm maai of op 5 mm, reken het maar uit percentueel gezien, het groene stukje gras, dat is belangrijk voor de fotosynthese. En daar haalt de plant zijn energie vandaan. We hebben ook al geprobeerd eemelten te vangen. Eemelten zijn de larven van de langpootmug. En eigenlijk een grijze tot 1,5-2 centimeter pootloze larven. Ze huizen in de grond, ze komen 's nachts boven, ze eten de worteldelen en de eerste groene delen van de plant op. En wij maaien natuurlijk de greens lekker kort. En als daar een gaatje onder vandaan komt en die gaat er rondomheen vreten, ja, dan heeft dat effect op je balrol natuurlijk. Zoals u wel merkt, we zijn druk genoeg hier lekker op te gooien. Als de leden over een maand of 1 of 2, ik hoop zo snel mogelijk weer terugkomen, ja, dan wil ik ook dat jullie hier een plaatje tegenkomen natuurlijk. Hè. Dat is de uitdaging die wij dan weer hebben. Ik verwacht maar een hele mooie baan en ik hoop dat zo snel mogelijk jullie weer allemaal te kunnen zien. Heel simpel.